daar zit dus die vechtkooi. En daar kan je dus al, heb je al die wapens. Hey! Kom eens naar boven toe, joh! Hey, hou je fucking bek, die gek! Oké, Goos, zet het hele Colin-verhaal nou heel eventjes uit je hoofd. Ik weet dat jij het niet mee eens bent dat je huis ingenomen. Dat snap ik ook heel goed. Mm-hmm. En ik weet dat jij heel graag dat grote huis van hem wil binnenbreken en wil aanpakken. Dat snap ik. Maar even nu focus, oké? We zijn nu zo ontiegelijk dichtbij. Daar is het café waar we naartoe gaan, oké? Mm-hmm. Daar zou Levi, Jimmy, Bennett, wat nog allemaal aanwezig moeten zijn. Het enige wat we doen is, ik ga daar naar binnen toe. Ik druk dit boek in Bennett's hand. Ik zeg misschien even iets erbij en we kunnen weg. Het enige wat je over doen is... Blijf gewoon een beetje op afstand, ja? Niet meer naar binnen, wat ook allemaal. Oké, okay? Maar we gaan wel die kant op en je bent een soort van backup, oké? Okay? Okay. Denk ik. We moeten dit gewoon even snel doen. Want we moeten gewoon niet te veel aandacht trekken. Want je weet hoe het hier wat appeltjes is met in de kamer, met regels. Criminelen die hebben... Maar even tussendoor, wat doen we als ze mij zien? Want ik bedoel, ik heb volgeladen wapens bij me, ik schiet ze gelijk helemaal overhoop. Nou, dus de vraag, wat doen we als ze jou zien? Nou, je hebt je antwoord al. Okay. Dat wordt gewoon schieten voor het leven. Oké, hier is dan het hele fucking café. Waar is het dan? Ja, hier rechts. Zie je die hek al met die... Ja. Dit is gewoon letterlijk het café. Oh, en er zit dus ook, ik ben dus één keer daaronder geweest om ook te zoeken naar jou, want ik ben dus daaronder geweest. Ja. We hebben daar een keer dingen gezien. Ze hebben daar een knokring en wapens en weet ik het allemaal. Dus, wat? Weet je, wacht. Als jij hier in dit steegje, wacht hier. Hier zo? Ja, hier in dit steegje. Dan kan je nog een beetje zien. Ik ga daar naartoe. Ik ga kijken of Bennett er binnen is. Ja. Ik geef het boekje af, ik kom hier terug, oké? Doe geen gekke dingen. Ik wacht hier. Oké, goed. Ik ben er zo weer. Ja. Oké, ik moet nu wel echt snel zijn, want Dylan hier gewoon op straat laten, dat is ook niet echt een slim idee. Maar goed, ja, hij is wel gewoon mee, dus ik moet hem daar gewoon even neerzetten. Ik moet hier nu gewoon snel naartoe en dan is het gewoon klaar. Waarom zit hier een soort van rode linten? Is er hier iets gebeurd of zo? Nee, nog steeds toegang op eigen risico, ja, dat snap ik ook wel. Oké, het café is dicht, wat? Inschrijven... Het is weer zover hoor, dat fucking café is weer eens een keertje dicht. Nou, are you kidding me? En hier binnen dan? Ja, hoe de hel ga ik hier dan nu binnenkomen? Wat de hel? Nou, dat is dan ook lekker. Goed, geen Bandit, geen Jimmy? Nou, dan kan ik met Dylan terug naar de city of wat ook allemaal. Er is hier voor de rest helemaal niks. Nou, lekker dan. Het is gewoon een normale dag. Waarom is dat café niet open? Nee, ik begrijp het niet. Maar goed. Geen Jimmy, geen gevaar wat dat betreft dan ook voor Dylan. Dan hoeven ze er ook verder rest helemaal geen zorgen over te maken. Yo. Oh, jezus, ik schrik me rot. Ja, ik zei dat ik zo meteen weer was. Kijk, dat let dan gewoon op. Oké. Nee, zoals ik zie, ik heb het boekje nog steeds. Wat is er aan de hand dan? De deuren zitten dicht. Deuren zitten dicht? De deuren zitten dicht. Begin nou. Wat ga je doen? Ja, wat nou, deuren zitten dicht? Ze moeten daar gewoon zijn. De deuren zitten... Ja. Kom, we gaan er gewoon heen. De voordeur zit hier links. Je moet hier naartoe. Hier zo? Ja, hier en dan hier zo meteen naar rechts. Wat nou dicht? Moeten ze komen ook? En dan kun je dus hier nu zo langs. En dan hebben we hier dus dan de ingang van heel dat café. En zoals je kan zien, kijk hier, boem. De boel is dicht. Dus ze moeten hier gewoon aanwezig zijn, sowieso. Of ze zitten op dat smerige eiland van ze. Ja, maar waarom? Het is een normale dag in de week. Ik bedoel, dit moet ook gewoon omzet komen. Ja, blijkbaar niet. Blijkbaar betalen ze het wel ergens anders van. Ook geen Bandit hier, voor de rest helemaal niks. Schokautomaten zie ik daar wel in de bek staan, maar die is de boel ook dicht. Man, dit hebben ze me een keer eerder geflikt. Toen had ik een afspraak in de avond met Levi, toen hebben ze ook snel de boel dicht geflikkerd wat dat betreft. Maar wat de eikels. Maar waar de fuck is Bandit dan? Ja, dat heb ik ook geen flauw idee. Want ik heb hem wel gewoon geld gegeven, hè? Moet je nagaan. Ligt hij niet gewoon in een van die tenten zitten slapen, helemaal laveloos? Nou, Bandit kennende, dat zou maar zo kunnen. Een van die tenten, dat lijkt me niet. Het lijkt me ook niet, maar heeft hij überhaupt nog wel een huis, Bandit? Het schijnt dat hij nog een huis in Mindtopia heeft, maar ik weet het voor de rest ook niet. Gelukkig zijn ze hier niet, dan hoeven we ook geen gekke acties op te ondernemen. Maar ik heb mijn gun al bij me, volgeladen. Of zit het hier beneden, dat kan ook, hè? Want kijk, hier beneden zie je het licht al branden. Daar zit dus die vechtkooi. En daar kan je dus al die wapens. Hey! Kom eens naar boven toe, joh! Hey, hou je fucking bek, die gek! Ik ben zo zat van die lui, hè? Dat weet ik, maar dan ga je toch niet zo... Oh, my... Oké, we kunnen op zich ook nu meteen de veerpot pakken naar de hill toe, hè? En dan naar hun huis toe.
Nou ja, dat... Wat stel nou, ze hebben iets doorgehad dat Bennett daar opeens verdacht vaak was. Wat dan? Ja, ik weet ik niet. Hoezo? Ja, ik weet niet wat ze met Bennett dan doen, maar... Ja, nou ja, waarschijnlijk dezelfde shit als dat ze bij mij hebben geflikt. Wacht even. Dylan, je gaat me niet zeggen dat omdat hier nu de boel dicht is, dat ze Bennett hebben ontvoerd, oké? Okay? Ja, nou ja, je weet het niet met die lui. Ik bedoel, als ze iets door hebben gehad dat hij in ja, vanaf jouw kant komt, ik bedoel... Maar Bennett heeft fucking geheugenverlies, in ieder geval dat beweert. En hij was, toen hij bij was hij stom dronken. Dronken mensen spreken wel de waarheid wat dat betreft. Bennett en de waarheid, dat heb ik nog nooit gehoord. Nee, maar daarom als hij dronken is en ze zullen hem ondervragen of ze maken hem bang. En hij zegt dat hier een opdracht is van mij. Ja, oké. Dan hebben we wel een probleem. Nou ja, laten we hier maar bij dat stinkcafé weggaan. Ik heb hier... Ja, maar er is echt helemaal... Waar wil je dan naartoe? Wil je dan naar de heel of wat? We zouden naar dat huis toe kunnen, maar... Of we gaan gewoon rustig terug, maar... Hey, ik weet niet wat het slimste is. Nee, kijk, we kunnen wel naartoe gaan, maar goed, er schiet ook niks meer op. We moeten gewoon heel simpel, we moeten dit boek gewoon aan hem geven. En zolang dat niet gebeurt, gebeurt er ook niks. Dus dan denk ik... Kun je het niet gewoon in de brievenbus donderen hier? In de brievenbus donderen, ja, we kunnen... Voor mij is het bijvoorbeeld een brievenbus, maar... Dat is op zich ook nog wel wat. Maar dan moeten we wel daarna gewoon meteen naar de city, hè? Want dan is het gewoon game on. Ja, dan moeten we in de city zijn en dan moeten we aanwezig zijn op het eiland, want... Oké, even kijken hoor. Met klaargeladen wapens en weet ik veel wat allemaal. Ja, kijk, hier hebben ze... Ja, ze hebben hier een brievenbus. Ja, zal ik hem in de brievenbus doen? Ja, waarom niet? Ik bedoel... Anonieme tip, ik bedoel, ze weten niet, ja, het zijn die camera's. Volgens mij niet, want ze doen die dingen met guns, hè? Ze doen die dingen met guns. Ja, nee, precies. En dan als anders zouden ze mij nu ook al hebben gezien, dus dan hadden we sowieso een probleem gehad. Maar goed. Oké, dus we gaan de anonieme tip gaan we inleveren hier in de brievenbus, want die nu op het moment niemand is. Ja, ik denk het. Oké, dan gaan we dan. 3, 2, 1. Oké, nou moeten we dus echt gaan, want... Ja, nu moeten we gewoon gaan... Ja, we moeten gaan posten nu in de city op zich. Ja, want zodra ze die brief natuurlijk lezen... Ik denk dat er gelijk eentje naar ons toe zou komen. Tenminste, misschien ook wel meer dan één. Die kant is aanwezig, maar ik moet nog wel eventjes langs Mindtopia eerst. Ik moet nog eventjes wat extra kogels erbij halen zo allemaal. Ik heb nog wel wat voor je. Ja, nee, maar ik wil gewoon... Een goed aantal kogels hebben. En misschien dat ik ook gewoon met twee guns ga spelen. Gewoon op twee guns, hoppatee. Ja, en gewoon alles overhoop schieten. Gewoon één voor één. Ja, ik hoop dat ze met meerdere komen eigenlijk. Want ik wil ze gewoon allemaal naar de grond werken. Eén voor één. Nou, ik hoop het liefst dat Levi alleen komt. En dan gaan ze even precies hetzelfde doen wat ze bij jou hebben gedaan. Ik bedoel, het is heel simpel. Dat is ook wel leuk eigenlijk. Ik weet niet wat ze allemaal hebben gedaan. Want je hebt nog eigenlijk nooit wat iets over je verhaal verteld. Wat ik op zich begrijp, want het kan echt traumatisch zijn. Maar hey, dat kunnen we precies hetzelfde bij hem doen. Ja, toch of niet dan? Zeker waar. Ik bedoel, we kunnen hem helemaal gek maken gewoon. Die taser voor jou, die is opgeladen toch? Of niet? Nee, die is op het moment niet opgeladen. Maar... Oh, daar zorg ik dan wel voor. Dan zet ik die eens even een paar keer flink tegen hem aan. Totdat hij gaat praten. Jij bent echt verschrikkelijk, weet je dat? Echt verschrikkelijk. Ik heb hetzelfde gevoeld. Ongeveer. Wat? Nou, dat dus. Hebben ze jou met een taser? Wat ze? Niet per se met een taser, maar... Met van die stroomkabels gewoon. Van zo'n auto-accu. Wat hebben ze überhaupt allemaal nog meer met jou gedaan? Want je vertelt er nooit wat over. Ja, ik wilde eigenlijk niet te veel over praten, maar... Dus laten we het houden op flinke stokslagen, om zo maar te zeggen... Ja, nou wat ik dus net al zei. En... Oké. Ik snap dat je het niet over hebben. Dit is ook niet. Maar je snapt, ja. Ik weet ook voor de rest allemaal niet. Dingen die jij me hebt verteld, hoor ik ook allemaal voor de eerste keer wat dat betreft, hè? Ja. Dus ik wil niet te zielig overkomen, want ik wil ze gewoon afmaken. Dat is het enige. Nee, dat snap ik wel. Maar je kan wat tegen mij vertellen, natuurlijk, wat er is gebeurd. Ik bedoel, ik. Is toch logisch? Ja. Het is niet dat ik je daardoor zielig ga vinden of wat dan kan, maar ik heb gewoon zoiets van, als ik weet dat ze met jou hebben gedaan, is alleen maar meer reden om die lui nog harder aan te pakken. Toch? Ja, dat is zeker waar. Dus wat dat betreft, maar goed. Weet je, vergeten waar we het over hebben gehad, laten we gewoon nu lekker naar Mindtopia gaan pakken. Vanaf Mindtopia, ja, dat veerpontje naar de city. En moeten we daar gewoon gaan posten wat dan ook allemaal. En dan hopelijk
Ja, hopelijk zo snel mogelijk inderdaad. Ja, hopelijk komt gewoon één van hun langs, wat ook allemaal. En dan komt iemand alleen maar post te pakken, wie diegene ook. En ze willen ze gaan zien wat ze van plan zijn met jou, met je huis. En wat dat ook met Bandit. Want ik weet op het moment dus ook niet waar Bandit is, maar... Ja, ik neem aan dat Bandit gewoon ergens bij... Wat hij zei, heeft allemaal nummers van vrouwen. Dat hij gewoon ergens bij iemand thuis of wat dan ook is, hoor. Want ja, dat het café dicht is misschien is een toeval, maar... Ja, ik geloof niet echt in toeval.